Jonas, Pieter, Noah, Louis, Akker, Sjens, ken ik dan die andere twee ook? Thomas, wacht maar bij, oké? Ik ga zien wat er gaat gebeuren en ik kom terug. Gast, ik heb je. Ja. Wat vind ik eigenlijk van de Welpen? Ik vind het eigenlijk leuk, leuke jongens, tof groep, dat ze allemaal zo goed met elkaar spelen. Oh, ik heb je gewaarschuwd. En ik vind ook dat als we draaien, dat ze dan eigenlijk redelijk verantwoordelijk zijn en zich goed van hun taken kwijten. Wat gefilmd. Ja, de kinderen zijn soms een beetje, allee, ja, ik wil nu niet roddelen, maar die zijn soms wel een beetje arrogant. Hoera! Ja. Zo'n diepe schat. Arrogant, oké. Hey, is dat een gezin? Afweer! Doe je licht daarvan? Ja, welke vrijdag buur. Precies! Wat? Nou, wat doe je lief? Mag ik zien, zeg maar. Mag ik zien? Wat doe ze lief? Wanneer we zeker niet mee op wilde kamp. Snoep! Oeps. Computerspelletjes. Wacht. Mijn PSP heb ik niet bij, maar wel een Playboy. Kom aan, Bas, is dat toch keihard in? Dat is keihard in? Dat is wat je moeder gisteren ook zei. Dat is wat je moeder gisteren ook zei. David, Nes, Kriet! Wat? Ha! Zo mag ik het horen. Kom aan, Welpen. Ons avontuur begint nu. Kun je daar iets voor? Ik ben Louis, ik speel Dries in de film en ik ben 12. Ja. Hallo. En wat vind je dan het eten van mij? Hoeveel op 10? Wat gebeurt was niet. Wat vond je daar zo lekker aan? Ik ben gewoon zot van garnalen. Ah, dus echt zot van garnalenbus te kijken. En we kennen u onder andere van Danny Lewinsky met de pornosnor.
Ja, dus hij is niet van Danny Lewinsky en hij heeft wel geen porno's. Ja, maar hij heeft er wel een. Wat is je lievelingsdier? Een lievelingsdier? Dat weet ik niet, maar zeker geen slang, want daar heb ik schrik van. En garnalen? Ja, voor te eten garnalen. Maak het geluid dan eens van een garnaal. Amai, dat is leuk. Ja. Kunt u nu ook eens voor ons een inktvis nadoen? Ik heb geen idee hoe dat een inktvis doet. Dit is Glenn, die maakt ook een stukje de making-of. Hey Glenn. Een stukje, ja, ja. Wij zijn nu ook bezig met de making-of. En wat vindt u al van dit interview? Van dit interview? Ik vind dat de interviewer vooral weinig vragen stelt. Vond u het eten daarnet lekker? Ja, ik vond het heel lekker. Maar geen eerlijk zijn, hè. Dus, Maar dat is wel veel. En wat vindt u het lekkerste om te eten van alles? De kip. En nu mag jij eens een kip nadoen. Wie is het dan nu? Tok, tok, tok. Tok. Alleen doe maar. Ja, maar maak je dat samen in nadoen? Ah ja, dat is goed. Oh, nee, we doen ineens een foto. Wat doe je? We gaan hier nu naar de maker van de film, Jonas Govaerts. Tada, daar zitten we in beeld. En Jonas, log eens naar de camera. Wat is dat? Log eens naar de camera. Oké, we gaan enkele vragen stellen. Oké. En hebt u ook al gegeten deze middag? Nee, je bent zo beleefd, Louis. Is er aan de hand? Nee, gewoon, dat is een interview. Hebt u deze ochtend al, deze middag al gegeten? Ja, en mijn moeder in Meter toen de catering geeft. Wat denkt u daarvan? Vond u het lekker? Het was heel lekker. Oh. Oei. En wat eet u het allerliefst van alles? Van al het eten dat moussaka. Maar ik weet niet of dat we dat gaan krijgen. Of van vandaag? Nee, van alles. Moussaka vind ik heel lekker. En welke dieren zitten daarin? Welke dieren zitten erin? Is dat gevraagd? Ja. Schapen. Het zit vol schapen, Louis. Oké, we hebben dan een paar mensen vragen gesteld. En wij vragen nu ook aan u om dat dier na te doen. Ja. Okay. Nog eens. Ja. Dat was het. Nog één keer. One take wonder. Okay. Ja, en ik ben de herder. Wij danken u voor het interview. Dank u. Al een keer gebroken geweest, hier, maar toen hersteld met de ijzerdraad en een panty. En ik heb getest op Jill dat het zeker geen pijn doet, maar nu is het echt stevig, dus omdat het gewapend is. En alleen hebben we vorige keer met modder gedraaid en nu moet het terug de propere versie, dus ik moet deze. Het is al bijna proper, maar hier, de vorkjes moeten nog even. Sam. Dan nog eens mijn hemd. Je moet altijd opnieuw. Mijn broek. Dan Evelien. Haar hemd en haar hemdje. Evelien haar das en haar hemd. Nog eens. De broek van Kai.
het besmeurde hemd van Evelien na alles. De besmeurde rok van Evelien na alles. En de riem van de stroper. En dan hebben we hier t-shirts die de stroper aan moet onder zijn pak. Je ziet hier. Wat deze. En hier hebben we stroper zijn pak. By the way, deze prothese is bedoeld, denk ik, want ik weet er niks van, voor onder het pak een gat in het pak gebrand en dan zie je prothese alsof dat dit het lijf is van de stroop. Van gisteren, eerlijkstrijd, de dag daarvoor, hebben we ook regen gehad tijdens de film en shoot.
twee, één, go! Ja, maar dat komt door de bal. Dries, nee, roepen ze Balou, wat gebeurt er? Allemaal tegen uw tent of klop erop. Klop, Dries, nu! Ja, ik meen het. Dan. Je hebt er nog maar één slag gegeven? Nee, twee. Nee, ja. Ik denk dat ik meen het, maar ik zelfs ook vind. Dat is wel raar. Ja, die hebben meen het, vind ik ook. Maar goed, vind ik. Gewoon die mannen die duiken terug in die tent. Nou, ik heb het niet. En voilà. Nou, ik zou nog een tik geven. Ja, goed. Eén, heb je een goede, een harde en een derde? Met zijn vuist misschien? Ja? Sorry. Ik kan hem bijpakken. Dan is het met al je teksten bij. Dan ga ik alleen op de klappen in. De eerste vlakke hand voorlangs. Die hebben we gehoefd. Geef eens naar mij. Paaf! Die erin. Dan trek je. En het is resetten. Hè? Jij reset hem. Dus hij is wel daar, maar je trekt hem weer naar je toe. Paaf! Die zit er ook op. Huh? Oh, sorry, freak. En dan van hier is het gewoon dit. Paaf! Chris! Okay.